Yo, het is weer tijd voor een nieuwe video en vandaag is het anders dan normaal. Thanks dat je alvast kijkt, ik vond het leuk. Vandaag is deze speciale dag, want ik ga wat speciaals doen. Namelijk dit. Als jij een internetpersoon bent, wat je waarschijnlijk bent, want anders kijk je niet naar mij. Dan zit je vast wel eens een keer op Instagram of op Twitter of weet ik wat allemaal. En dan heb je vast wel eens te maken gehad met het volgende. Ik kwam namelijk op Instagram allemaal foto's tegen waarin je een persoon van ziet en mij. En dan gingen ze mijn gezicht op een andere persoon zetten. En dan noemden ze dat een face swap. En dacht ik, nou, dat is hem grappig. Dat vinden heel veel mensen grappig blijkbaar. De hele internet doet het. Hier zie je er een aantal. Oh, wat grappig. Oh, wat leuk. Het is zo'n feest. Wat zijn we toch allemaal grappig op het internet? Nee, ik ben er klaar mee. Ik ben klaar met die face swaps. Vandaag ga ik next level. Ik ga namelijk vandaag face swappen met YouTubers in video's. Veel kijkplezier. Yo, ik ben Kelvin. Ik ben Stefan. En vandaag hebben jullie bepaald dat we moeten gaan poepen in de woonkamer. We zijn alleen vergeten dat er allemaal beesten in onze woonkamer staan. What the fuck moet al deze beesten hier? Kijk, beesten gaan op, kom op, kom op! Dat is eindelijk die kutbeesten weg. Hallo, ik ben Kelvin en ik ga jullie vandaag allemaal leuke make-up dingetjes laten zien waar ik echt een hekel aan heb. Deze foundation is bijvoorbeeld helemaal kut. En dit groene spul is bijvoorbeeld echt niet te suipen. Deze lipgloss is ook fucking smerig. Even schudden. Nee, het is nog steeds helemaal kut. Ik heb geen idee wat ik nu vast heb. Oké, dat was het. Doei. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol. En ik ben Kelvin. Oké, allemaal, luister goed. Ik heb bij deze Enzo Knol gegijzeld. En als jullie hem ooit nog weer willen zien, dan moet je een duimpje omhoog geven op deze video. Oké, Enzo, nou doen alsof er niks aan de hand is. Au. Dus jij wil dat ik jou ga aanrijden? Wat? Nee man, ik wil dansen. Met mijn auto. Nee man, wacht. Oké. Drop die beat. Wil jij misschien met mij dansen? Dansen met mij? Je homo of zo? Ik ben het gewoon. Dit is echt. Ik ben echt. Kijk, ik ben... Dat was misschien een beetje eng. En ik denk dat jullie een beetje naar keken van, oh, what the fuck, dat is een beetje smerig. Maar ik vond het wel hilarisch om te doen. Dus bij deze, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Wil je nou dat ik meer YouTube Facebook video's maak? Dat kan ik zeker doen. Het enige wat ik daarvoor nodig heb, is jullie suggesties en reacties van YouTubers die ik de volgende keer moet facewappen. Dus dat kan iedereen zijn die je maar wil. Zeg het maar in de comments. Op wie moet ik mijn gezicht gaan zetten in de komende YouTube face swap video op de Kelvlog? Laat het weten. Dat was het. Voordat ik ga, wil ik nog één ding duidelijk maken. Het heeft verder niet zoveel te maken met die face swap shit. Dat was hilarisch. Ik heb even een mededeling. Ik heb namelijk een video gepresenteerd op een YouTube kanaal genaamd youtube.com/utech. Alle informatie staat in de beschrijving, ook de video. In die video ga ik samen met Anouk de Pater. Dit is Anouk de Pater. Oh, dat is een blonde chica. Ga ik op zoek naar de nieuwe WizKid van Nederland. De briljante uitvinder. Als je afvraagt wat dat nou voor een leuke video was. Het heet Yugi Zoekt. Hier is even een heel klein stukje uit de video. Ik ben op zoek naar het Vrieslaap. Dan kun je het beste langs de toren voor hem naar rechts. Dan kun je erachter langs, kun je hem linksaf. En dan erachter langs kun je er weer door. Hè? En dan duw je de deuren om naar de beste Martijn. Dat ziet er allemaal leuk uit. Wil je de video nou checken, dan kun je dat doen in de beschrijving. Het was een superleuke dag. En ik wil de mensen van Utrecht bedanken dat ik dat mocht doen. Alle mededelingen zijn klaar. Ik vond het fantastisch. Vergeet niet in de comments achter te laten welke YouTubers ik nog meer moet facewappen. En dan zie ik jou gewoon volgende week, dinsdag om 4 uur, zoals altijd. YouTube.com/Kelvlog. Zeg het tegen je moeder, of niet. Het is weer tijd voor een nieuwe video. Vandaag is een speciale dag, want ik ga een video maken over tips die je kan gebruiken voor wanneer je iemand bekend tegenkomt. Goed.